Yo, Nintendo fans! Deze kerel hier is Pokémon kampioen geworden. Maar we zijn er nog niet. Want we moeten nu tegen Nemona gaan battelen. En ik denk dat Nemona nu haar allersterkste Pokémon bij zich heeft. Dus ik ben heel benieuwd welke Pokémon dat zijn. En ik wil van jou weten welke Pokémon jij het leukst vindt van Nemona. Dus kijk deze video, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat aan het einde even weten welke Pokémon van Nemona jij het allervetst vindt. Dit is de ultieme battle. Zij is de beste trainer in Paldea. Zij is zelfs nog beter dan de Pokémon champion Gita, de leider van de Elite Four. En over de Elite Four gesproken, ze zijn hier gewoon om te kijken naar deze battle en ze geniet ervan. Hoor. Ze zegt, al deze mensen die hier zijn gekomen. Ah, ik ben zo excited! Kijk, Gita staat er ook met de professor, met directeur Clavel. Larry is er ook weer. En we gaan beginnen aan deze battle. Oeh, mooie sokjes heb ik aan. Dit is al mijn kracht, zegt Nemona. Let's go! Ik weet niet eens welke ik als eerste in mijn team heb. Maar we gaan het wel zien of dit gaat lukken. Dus dit wordt de ultieme battle. Oké, let's go Nemona. Met je mooie Pokéball. Welke begin je mee? Je begint met Lycanroc. Begin ik met Quaquaval? Nee, ook begin met Annihilate. Dat is op zich ook prima. Oké, Nemona. Ze zegt eindelijk, hier wacht ik al zo lang op. Dit is de beste battle ooit. Ik ga gewoon gelijk voor Close Combat. Oh, ik had dus beter voor die andere move kunnen gaan. Maar maakt niet uit. Stomping Tantrum doet double damage op het moment dat ik al geraakt ben in diezelfde beurt. Maar dit is ook genoeg. Lycanroc is down. Ja, Nemona. Ja. Goeie start van mij. En Lycanroc is down. Het staat 1-0. We moeten nu tegen Palmat. Electric type. Dan ga ik natuurlijk voor Klotsaier. En daar is Klotsaier. Ja. Ik ga natuurlijk voor Earthquake. Oeh, Palmat kent Ice Punch. Oké, Nemona. Ja, dat heb je goed gedaan. Die had ik niet verwacht. Een Ice Punch bij je Palmat. Maar ik denk wel dat ik hem in één keer sloop met mijn Earthquake. Ja hoor. Hoppakee, weer een one-shotter. Palmot is ook down. 2-0 voor mij. Dan nu Orbworm. Oeh, die heb ik gevangen. Maar ik weet niet meer exact welk type die was. Maar ik gok toch op Ground. Dus dan gaan we even switchen naar Quaquaval. En daar is Quaquaval. En daar is Orbworm. Ik had dat nou niet als ultieme Pokémon bedacht. Oh, Orbworm is geen Ground? Is Orbworm Rock? Of is die een dubbeltype? Is die Ground en nog iets? Nou ja, ik ga Close Combat doen. Die schijnt super effective te zijn. Dus dan gaan we hem even in één keer uitschakelen. Mijn defense en special defense zijn daar wel naar beneden. Maar ik wil gewoon scoren. Ik wil gewoon 3-0 maken. Hoppakee. Ja, Nemona. De Dunsparce. Dunsparce. Dit is een normal type. Is Orbworm ook een normal type dan? Dat zou wel eens kunnen. Maar ja, Close Combat dan nog maar een keer voor Dunsparce. Dit is best wel een overbodige Pokémon. Dit is eigenlijk best wel een meme-pie. Maar goed. Dan nu tegen Goodra. Heb ik Ice-types? Natuurlijk heb ik Ice-types. Ik heb een shiny Ice-type. Ik heb freaking Sutitan. Goodra blijft wel echt een dikke Pokémon. Die vind ik wel echt cool. Ik denk dat ik sneller ben, dus we gaan voor Ice Spinner. Hoeveel damage doet dat? Oh my god, ik sloop ze allemaal in één keer. Nemona, come on! Dit moet de greatest battle of all time worden. Dan Skeledirge. En dat is de eindevolutie van Fuecoco natuurlijk. Dus hier gaan we voor water. En daar is die hoor, Skeledirge. Ja, ik ben sowieso sneller, man. Toch? Denk ik? Ik ben toch wel... Oh, maar ja, ik vergeet weer te terrestrializen. Oh nee, Skeledirge gaat wel terrestrializen. Daar gaat Nemona met de ultieme troef. Ja, vet hoor. Maar ik ben wel sneller met Liquidation. We slopen Skeledirge niet in één keer. En dan ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Oeh, Shadow Ball. Shadow Ball op mijn hoofd. Overleef ik gewoon. Daar gaan we. Liquidation. En Skeledirge is ook kapot. Nou jongens, dit ging eigenlijk vrij soepel. Ik had wat meer verwacht van de greatest battle of all time. Maar blijkbaar heb ik gewoon goede Pokémon om te counteren. Ja, Nemona, het is klaar. De battle waar je zo naar uitkeek is gestreden. Oh, Poppy kijkt heel verbaasd. Gita ook. Oh, iedereen is een beetje zo van... Oh shit, wat gaat er nu gebeuren? En Nemona zegt... Jij! Ja! Jij hebt het gedaan! Dit is legit incredible. Je bent de sterkste ooit, Rikachu. Oh, maar ze is gewoon heel blij. Je hebt me verslagen. Ik gaf alles wat ik had. Alles! Ah, ze vinden het helemaal fantastisch. Om met Pokémon te battelen. Nou, Clavel en Gita kijken ook toe. Die vinden het ook tof. Ja, goed gedaan. Leuke match. Dankjewel, joh. Dankjewel voor deze battle. Krijg applaus van Poppy en Rika en de rest.
Is Larry er ook nog ergens? Larry zien we niet. Larry is al naar huis gegaan, denk ik. Die had geen zin meer. En de Mona die zegt, binnenkort, ronde 2. Oh. En dan neemt ze misschien wel andere Pokémon met haar mee. Ja, dat moet je doen. Je weet nu welke Pokémon ik heb, dus dan zou je misschien mij kunnen counteren. Hey, en we worden wakker in onze slaapkamer. En de Victory Road Challenge ding hebben we nu ook gehaald. Die is ook complete. Mijn telefoon gaat. Iemand belt. Arvin die belt. Die zegt, yo, Mabo Stiff is er ook bij. Die begint te blaffen. Weet je nog waar we het eerst over hadden? Over Area Zero. Ja, dat weet ik nog. Ja, nu dat je zo je best hebt gedaan, dan ben je heel bekend in deze regio. En misschien willen ze ons nu wel helpen om naar Area Zero te gaan. We hebben alles wat we nodig hebben. Ik wacht op je bij de Zero Gate. Ik stuur je de locatie. Is goed, man. Oeh, let's go. Dit ziet er wel spannend uit. We gaan naar de Zero Gate. Let's go. Entrance Hall. Eens even koekeloeren. Ja, dat moet in het midden van de map zijn. Hier zo is dat. Oké, dan gaan we naar Medali. Gaan we vanaf Medali daar naartoe. Dus, we zijn nu Pokémon kampioen. Hebben Nemona verslagen. Hebben Cassiopeia aka Penny verslagen. Lopen gewoon tegen Murkrow aan. Rennen vervolgens weer weg. Yo, later. Maar we hebben de game nog steeds niet uitgespeeld. Blijkbaar is er nog steeds voldoende te doen in deze game. In Pokémon Scarlet. En hier is de ingang. De Zero Gate. Oh snap. Coraiden, dit ziet er spannend uit, jongen. Let's go. Arvin! Waar ben je? Daar is Arvin. Die roept ons. Let's go. Dit is de Zero Gate. Vanaf hier konden onderzoekers de grote krater van Paldea observeren. En mensen noemen dit Area Zero. En dit. En vanaf hier gaan we in de krater. Area Zero is blijkbaar ook waar Coraiden is geboren. Of in ieder geval, ja, hoe die hier is gekomen. Misschien kan die eindelijk naar huis. Oh. Arvin die zegt onze nieuwe teammaten. Die zijn waarschijnlijk hier. Hier binnen, in de Zero Gate. Laten we naar binnen gaan. Oh, we krijgen gewoon een nieuwe quest gelijk, joh. Die heet The Way Home. Oké, gaan we Coraiden thuis brengen? Gaan we afscheid nemen van Coraiden? Dit is het onderzoekslaboratorium. Het is een beetje donker, zegt Arvin. Hey, daar is Nemona. Die is ook van de partij. Die zegt, hola, Pikachu. Arvin zei dat hier heel veel sterke Pokémon zijn. Dus hier ben ik. Ja, dan wil jij wel mee, hè? Toen ze eenmaal hoorde dat ze awesome Pokémon moet gaan battelen, toen was ze hier gelijk. Arvin, die noemt er een irritant kind op de academie. Maar hij is wel blij dat ze hier is. En de Mona zegt, jij dan? Iemand die gewoon verslagen wil worden in een battle. Maar waarom is het hier zo donker? En waar zijn de awesome Pokémon? Arvin zegt ook, ja, het is raar dat het licht uit is. Laatste keer dat ik hier was, was de elektriciteit gewoon aan. Maar nu, oké. Iemand helpt ons. Het is Penny die ons helpt. Die zegt, ik heb ze aangezet. Hallo Penny. Leuk dat je er ook bij bent, joh. De lichten die stonden in energiebespaarstand, zegt ze. Penny heeft natuurlijk het systeem weer gehackt en dat soort dingen. En daarmee doet het licht gewoon weer. Nemona zegt, oh, dat ben jij. Dat kind met die leuke Eevee-tas. Penny zegt, ik denk het, maar mijn naam is Penny. En Nemona zegt, wow, we hebben nooit gepraat. Ik ben Nemona, ik zit in klas 1A. Jij moet wel een technologische tovenaar zijn. Vind je battelen leuk? Oh, Penny denkt er het haar van. Die zegt, je praat te veel. Eindelijk iemand die zegt wat iedereen denkt over Pokémon games. Of nou ja, vooral je rivaal in Pokémon games. Die praat altijd veel. Anyway, Penny wilde ook heel graag helpen. Ze zegt, ik ben niet zo'n avontuurlijk type, maar ik ben het verplicht aan Pikachu. Arvin die zegt, ja, en natuurlijk kent iedereen mij. Ik ben Arvin. Ik hou vooral van mijn Mabo Stiff en koken en... hij wordt onderbroken. We worden biometrisch geïdentificeerd met z'n vieren. Hallo Pikachu, ik had je al verwacht, zegt professor Sada. En je hebt een groep van vrienden met je meegenomen. Ja, klopt. Penny vraagt, wie ben jij? Arvin die zegt niks. Maar, hij zegt het wel. Dat is mijn moeder. Mijn moeder. En de Mona zegt, wat? Nee, dat is professor Sada. Nou, iedereen wordt geïdentificeerd. We worden bedankt dat we er zijn. Nemona vindt het een eer om professor Sada te ontmoeten. En professor Sada, jullie moeten nu echt in de krater van Paldea. Je kan daar naartoe door dat luik. Oké, let's go dan maar. Oh, Arvin die wil nog wat vragen aan zijn moeder. Een professor Sada, ga maar naar beneden. Ik krijg niet eens de kans om iets te vragen. Oh, ik vind het wel een beetje zielig voor Arvin. Oh, sorry jongen, maar we moeten gaan. Hij stond er echt teleurgesteld bij. Oké, we komen nu bij een of ander heel groot luik. Ik hoor de wind in mijn oren al blazen. Oh, de deur gaat open. Ja, we krijgen toegang. Nou, wat tof joh. Sada vraagt of we Coraiden hebben meegenomen. Ja, zeker is Coraiden bij ons. En professor Sada bedankt ons daarvoor dat we hem elke keer meenemen. Oh, we moeten op Coraidens rug de krater invliegen. Ja, maar we zijn met 4 man. Doe even normaal. Nemona die heeft er wel zin in. Die zegt, ik kan niet wachten tot ik naar beneden kan. Volgens mij is ze al gesprongen gewoon. Ik denk dat ze
zo'n bodysuit bij zich heeft. Zo'n wingsuit, dat ze gewoon erin kan vliegen. Dat is wel slim geweest. Gaan jullie zelf naar beneden of hoe zit dit? Arvin vraagt Rikachu. Ben je klaar voor het ergste wat je kan gebeuren? Voor het ergste wat mij kan gebeuren? Hoezo? Is het zo erg daar beneden? Oh, daar staan we met z'n allen hoor. Daar is Koraiden. Oh, die wil niet. Die heeft geen zin. Nee, ja, er is blijkbaar iets gebeurd daar beneden. Waardoor Koraiden nu denkt van... heeft hij hoogtevrees? Arvin zegt dat Koraiden hoogtevrees heeft. Wat? En die gaat gewoon op zijn rug zitten. Hé, hey, ik weet niet. Die Pokémon is aan mij gegeven. Het is mijn Koraiden. Mag ik er ook nog bij of wat? Koraiden, wacht even. Wacht even. Ik moet ook nog. Wat is dit? Kijk, Penny chillen trouwens. Die zit daar gewoon heel relaxed. Zo achterstevoren naar beneden. Jongen, dit is niet oké. Okay. Hoe gaan we... Nou ja, zo gaan we dus blijkbaar met z'n vieren op Koraiden naar beneden. What? Dit is wel cool gedaan, man. Eerlijk. Dit is wel heel vet. En zo dalen we af in de grote krater van Paldea. Oh, oké. Watervallen, regenbogen. Het is inderdaad een behoorlijke krater zo te zien. Het is ook wel heel stil voor mijn gevoel. Ik heb nou niet het gevoel dat er hier heel veel Pokémon rondlopen. Of vooral mensen. Pokémon weet ik niet, maar het ziet er wel een beetje vervallen uit. En Arvin die zegt, nu ben ik weer terug hier. Oh, ben je hier al een keer geweest? Penny dacht dat ze doodging en daar moeten we om lachen. Oh nee, Koraiden die heeft er gewoon echt geen zin in. Die wil niet. Hij gaat ook terug zijn Pokéball in. Wat is er met Koraiden aan de hand? En Arvin die vraagt, wat? Waar is het die ene gekke meid die zoveel praat? Ja, die is zeker al lang Pokémon aan het vangen. Kijk, zie je? Ze roept ons al. Area Zero is amazing! Die heeft het alweer helemaal naar de zin hoor. We moeten nu naar de Zero Lab. Dat zit in het diepste deel van Area Zero. Maar de ingang van het laboratorium, die zit op slot bij 4 sloten. En zij kan hem niet openmaken. Oké, nou lekker dan. Misschien kan Penny hem wel openmaken. Penny kan alles hacken joh. We moeten naar 4 research stations. Oh, en dan moeten we daar die sloten openmaken. Oké, is goed. Gaan we doen. Nemona heeft helemaal zin in. Rikachu ook wel zo te zien. Penny is gewoon chill. En Arvin heeft niet zo heel veel zin. Dit is Area Zero. En ik zie al een Venomoth en een Corviknight in de verte. En in de volgende video gaan we eens kijken wat dit te betekenen heeft. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!